We proberen andere dingen te doen dan anderen. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld het basketbal omarmd hebben. Als je dan basketbal kijkt en Kia, dan weet denk ik iedereen die hier staat dat Kia een belangrijke sponsor is van de NBA. We verwachten aan de ene kant een topprestatie van jullie en dan moeten die voorwaarden eromheen ook top zijn. En dan moet het mooi zijn om voor het Nederlands basketbal te spelen. Nou, dat proberen we onder andere met deze auto's te doen. Mooie deal. Ik doe al 13 jaar mee en ik heb één keer een auto nodig gehad in de zomer. En al die andere keren was er geen auto beschikbaar. Dus ja, het is ongelooflijk dat er voor iedereen nu een auto beschikbaar is. Als we naar een zomerkamp gaan, nu hebben we gewoon een groep auto's waarbij we gewoon één team uitstralen. We hebben een Nederlands team erop staan. Het zijn prachtige auto's. Ja, het ziet er gewoon veel leuker uit dan als we met 5 verschillende auto's aankomen rijden. En omdat we nu gewoon een mooie groep Kia-auto's hebben. 10 kilometer op te tellen, dat is nog gloednieuw. Ik moet voorzichtig doen de komende maanden. Voor de langere spelers zijn de seats ter beschikking gesteld. De seats heeft meer hoofdruimte. Ik kan er zelfs in zitten. 2,10 meter, dus prima. Heeft die auto haar geschil goed gedaan? Zeker de jeugd, als die mooie auto's zien, dan denken die toch van hey, ja, dat wil ik ook. Of ik wil daarvoor werken om succesvol te zijn. En dat ik dan ook in positie ben om zo'n auto te rijden. Dus dit is gewoon super. Kinderen het ook leuk vinden om deze auto's te zien. En daarnaast hopen we dat jullie heel veel plezier hebben in het basketbal, maar ook in het vervoer er naartoe.